Als je een bedrijf hebt, kan het gebeuren dat jij zelf, jouw werknemers of je producten schade veroorzaken bij anderen. Erg vervelend, maar gelukkig kan je hiervoor verzekeren. Hey, ik ben Barbara van Interpolis. En bij Interpolis communiceren we alles glashelder. Ben je op zoek naar een specifiek onderdeel in deze video? Dan kun je hieronder doorklikken naar het juiste hoofdstuk. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVB genoemd, ben je verzekerd voor onverwachte kosten door schade die jij, je medewerkers of je producten veroorzaken aan anderen of hun spullen. Voorbeelden hiervan zijn materiële schade. Dat is schade aan losse spullen. Letselschade, ook wel schade aan personen genoemd. Bijvoorbeeld verwondingen, letsel of gezondheidsproblemen. En gevolgschade, oftewel financiële schade. Goed om te weten, een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt geen schade die ontstaat tijdens je werk. Met een AVB bescherm je jouw bedrijf tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. Dit type verzekering wordt daarom ook wel een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering genoemd. Onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt algemene aansprakelijkheid. Als je schade veroorzaakt bij je klanten, zowel door mensen die voor jou werken als door jouzelf. Je stoot bijvoorbeeld tijdens je werk een kunstwerk om. Productaansprakelijkheid. Dit is wanneer je bijvoorbeeld op een festival nacho's met kip verkoopt en klanten hierdoor een voedselvergiftiging oplopen. Dan kunnen zij een schadevergoeding claimen. Dienstaansprakelijkheidsverzekering. Denk aan een zolderbrand die ontstaat doordat de verwarmingsmonteur bij de reparatie van een cv-ketel een fout heeft gemaakt. En als laatste de werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor je medewerkers en voor de schade die zij tijdens werktijd oplopen. Misschien heb je het al gemerkt aan de voorbeelden die ik je zojuist gaf, maar de AVB is er voor zowel ZZP'ers als MKB'ers. Een AVB is niet verplicht, maar vaak wel verstandig om te hebben, want schadeclaims kunnen grote financiële gevolgen hebben. Het komt ook voor dat opdrachtgevers alleen zaken met je willen doen als je een AVB hebt afgesloten. En let op als ZZP'er, wat ik al eerder vertelde, een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van schade niet die je tijdens je werk veroorzaakt. Een AVB doet het wel. In eerste instantie lijken de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen erg op elkaar. Maar toch zijn er grote verschillen. Verschil 1. De oorzaak van de schade. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om schade die jij of jouw medewerkers veroorzaken bij anderen. Maar bij beroepsaansprakelijkheid heeft de oorzaak van schade altijd direct met jouw advies te maken. Verschil 2. Het soort schade. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het vaak om schade aan spullen of letsel, terwijl bij beroepsaansprakelijkheid meestal alleen financiële schade is. Denk aan hogere kosten voor een project of aan een klant die inkomsten misloopt. Verschil 3. Het soort beroep. Eigenlijk loopt elke ondernemer het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Terwijl beroepsaansprakelijkheid vooral een risico is als je een beroep hebt waar het gaat om denken, berekenen en adviseren. En het laatste verschil. De mogelijkheid om de kans op schade te voorkomen. Door je vakkennis op peil te houden, te zorgen voor goede algemene voorwaarden en de opdracht inclusief de doelstellingen helder op papier te zetten, verklein je de kans op een fout en dus beroepsaansprakelijkheid. Terwijl dit bij de bedrijfsaansprakelijkheid meer te maken heeft met de branche waarin het bedrijf actief is. Het ene bedrijf loopt nu eenmaal meer risico in het vakgebied dan het andere. Wil je nou meer weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Check de video in het i'tje. Hierin leg ik je alles over uit. De premiekosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen sterk verschillen. Dit is afhankelijk van zaken als het aantal medewerkers, de bruto jaaromzet en de branche waarbinnen het bedrijf of de ZZP'er werkzaam is. Om dit verschil goed uit te kunnen leggen, geef ik twee voorbeelden van ZZP'ers die in totaal verschillende branches werken. Allereerst een ZZP'er in de bouw. Deze ZZP'er heeft een jaarlijkse omzet van 50.000 euro. Daarnaast een freelance marketeer met een jaarlijkse omzet van 130.000 euro, wat aanzienlijk hoger is. Toch bedraagt de maandelijkse premie van de marketeer slechts 10 euro. En is de maandelijkse premie van de ZZP'er in de bouw 30 euro. Dit verschil komt doordat de bouwvakker een groter risico loopt binnen zijn vakgebied in vergelijking met de marketeer. Dit zijn natuurlijk wel slechts voorbeelden om duidelijker te maken dat de uiteindelijke kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen verschillen. Dat ligt aan specifieke omstandigheden die voor iedereen anders kunnen zijn.
Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan bij Interpolis eenvoudig online. Voor bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro kan een verzekering online worden afgesloten. Hierbij bepaal je zelf welke risico's je wilt verzekeren en welke niet. Als je liever persoonlijk advies wil, dan kan dat natuurlijk ook. De adviseur van Rabobank helpt je graag. Voor bedrijven met een omzet hoger dan 1 miljoen euro bieden we altijd persoonlijk advies en begeleiding bij het afsluiten van de verzekering. Interpolis biedt ook nog een aantal voordelen bij het afsluiten van een AVB. Namelijk, bij een claim ben je altijd verzekerd van juridische hulp. Ook bedrijfsgroei is mee verzekerd. Starters betalen het eerste half jaar geen premie. En mocht je niet tevreden zijn, dan kun je de verzekering binnen 30 dagen na aanschaf annuleren. Wil je meer weten over onze verzekeringen? Neem dan een kijkje op de website van Interpolis. Of bekijk onze andere video's. En vergeet dan niet gratis te abonneren op ons kanaal.